Cry Me a River. En hij heeft laatst geroepen in een interview dat hij nog geen nieuwe muziek gaat maken. Dat hij wel kijkt wanneer hij dat gaat doen. Hij concentreert zich vooral op zijn filmcarrière. Doe dat nou niet, kom een keer met een nieuwe plaat, zou ik zeggen. Want dan zitten ze toch met z'n allen op te wachten. Justin Timberlake. Party's Weekend Vibe. Dare to Date. Ah, dating op Radio 5. Dare to Date met in de studio Daniel. Zo, jongen. Nou, we gaan het zo doen, hè? Ja, zeker. Ja, we gaan bellen met Scharrel van jou. Of ja, ex-vriendje. Ja, meer een Scharrel. Scharrel, we houden het op Scharrel inderdaad. Daniel in de studio, 20 jaar uit Bunschoten. Hij is kaasverkoper op de markt. En nou, vandaag laat hij het kaas niet van zijn brood eten. Want we gaan bellen met een jongen. En nou, vertel maar wie het is. Alwin Kroon. Alwin Kroon. Oké, wat kan je nog meer over hem vertellen? Wat doet hij, hoe oud is hij? Hij zit nog op school. Hij is 18 jaar. Mm-hmm. En hij doet ook voor zijn werk en hobby, doet hij auto's fotograferen. Oké. Okay. Filmpjes maken en zo. Ja. Nou, wij lachen. En hoe heb je hem eigenlijk ontmoet? Via een app op je telefoon. Grindr. Welke app is dat? Grindr. Oh, nee. Oh, Grindr. Grindr. Ja, je thuis bent. Ja. Dat is een app als je... die kan je installeren op je telefoon. En andere mensen ook. En dan kan je zien of er mensen in de buurt zijn die jou ook leuk vinden. En dan kan je er... date maken of afspreken eigenlijk. Ja, zoiets. Een beetje als met Badoo heb je dat ook eigenlijk. Hè? Goed. Dat is een hele handige app. Goed. We gaan eventjes. Ik heb echt geen ervaring mee. Mijn neus wordt heel lang nu ook. Even kijken. Maar goed, Daniel, we gaan dan bellen met Alwin. En voor iedereen die zit te luisteren, ja, wordt Daniel zometeen afgewezen? Of wil het niet lukken? Dan gaan alle lijnen open en Daniel is echt een leuke gast. Volgens vrienden is hij een klein beetje een alcoholist. Nou, dat valt ook wel mee. Staat hij wel. Ja, maar 5 of 6 per dag, dat valt op best mee. Oh, oké. Je zit graag in de kroeg met een biertje of een Berenburg cola. Dat is echt zo typisch Bunschoten Spakenburgs, volgens mij. Kunnen niet zonder mij, en anders krijg je koud. Ja, en je bent slecht in dingen onthouden, maar je bent wel positief ingesteld en je lacht je hele leven. Altijd. Nou. We zijn, ik ben er klaar voor, jij ook? Ik wel. Alrighty. Dare to date. Goed. Daniel. Gaan bellen. Met Alwin. Nummer wordt nu ingetoetst. En laten we met z'n allen hopen dat de telefoon wordt opgepakt. Weet je wat hij op een doorgaans op een zaterdagavond doet? Nee, niet precies. Meestal ging hij ook met vrienden op stap. Oké. Okay. Doorgaat, dan ga je vanavond op stap. Auto staat hier al buiten klaar. En dan wordt de hele avond verzorgd door 538. Alles erop en eraan. En morgen kom je dan vertellen hoe het geweest is. Raad er niet in, denk ik. Oeh, wacht even. Dit is een gevalletje weggedrukt, volgens mij. We gaan nog een keer bellen. We zijn meer wegen die naar Rome leiden. We hebben een soort detective team. We zijn op stage geweest bij Peter R. de Vries. Dus misschien lukt het op een andere manier. Hallo, met Alwin Kroon. Hey Alwin! Goedemiddag, je spreekt, of goede avond, je spreekt met Barry Paf van Radio 538. Van 538? Ja, stoor ik je? Nee, ik kom net naar huis. Oké, hartstikke leuk. Je bent op dit moment live op de radio trouwens. Oh, dat is helemaal leuk. Ja. Dus de grote vraag is natuurlijk, waarom bel ik jou, hè? Dat vraag ik me ook al. Ja. Nou, s'avonds laat op 538 doen we Dare to Date. En ik heb een jongen hier in de studio. Die heel graag vanavond gelijk met jou op date wil. Van god. Iemand die ik ken? Ja, ik weet niet hoe groot je dateverleden is, maar het is iemand waar je al wel een beetje mee afgesproken hebt, ja. Oké. Dus gooi er eens wat namen in, hoe mensen van je denken, nou, goh, weet je. Ja, dat is weer heel leuk, Kees. Doe ze gooi. Het eerste wat ik het later mee heb, Daniel. Ik heb ook kunnen, Daniel. Nou, zeg het maar, wie ben jij? Ja, dat heb je helemaal goed, Alwin. Oh, god. Hoi. Daniel, het woord is nu aan jou, want wat wil je zeggen tegen Alwin? Hey Alwin, ik wou graag vanavond met je op date. Oh god. Nou, oké. Vanavond al. Ja. Ja. Dus niet morgen. Dus nu, als in nu. Dus niet morgen. Ik zit even te kijken even.
Ja. Hey, wat al dit, ja, de vraag is ook een beetje waarom het even de laatste tijd wat verwaterd is, het contact tussen jullie bij. Ja, omdat ik daar een beetje weinig gesproken had. Ja, ik heb het toen nooit erin gezet dat ik gewoon even een beetje een stapje terug wou doen, zeg maar. En ja. Toen is het gewoon minder geworden en heb ik al weinig gezien. Maar dat vindt hij blijkbaar niet leuk, hoor ik niet. Nee, want Daniel, vertel nog even, hoe leuk vind jij Alwin? Ja, ik vind Alwin hartstikke leuk. Hij krijgt helemaal twinkeling in zijn ogen. Oh, dat is helemaal leuk. Hij vindt je echt zo leuk dat hij 538 ingeschakeld heeft, dat hij hier naar de studio is gekomen om het tegen jou te zeggen. Ja. Oké. Nou, dat waardeer ik wel in ieder geval. En nou, Alwin, dan gaan we je nu gelijk ophalen. De 538 auto komt nu naar je toe. Dus jullie gaan daten? Ik zeg ja. Oké dan! Ja, gefeliciteerd. Jullie gaan samen op date. Jullie gaan romantisch dineren bij Nomad in Amsterdam. Ook winnen jullie een indoor skydive arrangement bij indoorskydive.com in Roosendaal. En je wint een paar sneakers naar keuze, aangeboden door sneakers.nl. En deze prijzen worden verzorgd door btribes.com. Ja, lachen toch? En dat betekent dus nu, dat betekent dat Daniel nu in de auto gaat. Hij doet ook zijn handen over, ik ben blij. En dan gaan we je nu ophalen, Alwin. En dan rijden jullie naar Amsterdam en dan komen jullie morgen bij mij in de uitzending vertellen hoe het geweest is. Oké. Ja, dan bellen we even, dan komt het allemaal wel goed. Wil je nog wat zeggen tegen Daniel? Tot zo. Nou, veel plezier samen. Groot applaus voor de lovers Daniel en Alwin. Het is gelukt, jongens. Buddies, weekend vibe. Party vibe. 538.